Dit is hem, de nieuwe Opel Crossland. En in deze video laten we alles zien over de meest luxe uitvoering, de Opel Crossland Ultimate. Kijken jullie mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Lewis en op dit YouTube-kanaal verschijn ik wekelijks een nieuwe video met uitleg over een Opel model of met uitleg over een Opel systeem. Nou, ben je nieuw hier, van harte welkom, maar vergeet niet op abonnee te worden. Dit kan heel makkelijk via de knop die rechtsonder in dit scherm komt. Nou, heb je specifieke vragen, je kan deze ook heel makkelijk hieronder intypen of stuur een mail naar klantencontact@lewisrode.nl. Nou, zoals ik zei, gaan we in deze video dus uitleg geven over de meest luxe Opel Crossland, de Ultimate uitvoering. Wat zit er allemaal standaard op, welke opties zijn er nog mogelijk en hoe ziet het interieur eruit? Maar we hebben ook meer video's gemaakt van de Opel Crossland. Bijvoorbeeld van de sportieve GS-lijn uitvoering. Ik zal hem hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook in alle rust kunt bekijken. Nou, en hoe ziet deze luxe Crossland Ultimate eruit en welke mogelijkheden zijn er? Dat laat ik je nu zien. Nou, en hier zien we dus de Opel Crossland in de Ultimate uitvoering. Nou, en wat natuurlijk meteen opvalt, is die vernieuwde voorkant, de Opel Visor. Nou, en deze voorkant gaan we ook dus zien bij de toekomstige modellen van Opel. Dus eigenlijk alle nieuwe modellen die nu uitkomen, die krijgen ook dezezelfde uitstraling. Nou, en ook heeft de Ultimate, dus de meest luxe uitvoering, heeft ook deze zilveren bodembeschermers. En die zitten wel aan de voorkant als aan de achterkant van de auto. Wat een hele mooie feature is, zijn eigenlijk deze LED-koplampen. En bij de Ultimate heeft je dus LED-koplampen, maar die ook zijn voorzien van AFL-verlichting. En deze passen precies aan waar je rijdt. En zo zorgt hij inderdaad dat je bijvoorbeeld op de snelweg een andere lichtbundel hebt dan wanneer je bijvoorbeeld in een bebouwde kom rijdt. Ook beschikt de Ultimate voering standaard over deze 6, 17 inch lichtmetallen velgen. En die heb je in deze motief, maar je kunt hem ook nog bestellen in geheel zwart. En altijd heeft hij ook een afwijkende dakkleur. Nou, dat geeft natuurlijk een hele mooie uitstraling. Je kunt deze dus krijgen in een zwart dak. Dat heeft hij eigenlijk standaard. Maar je kunt hem ook bestellen tegen zonder meerprijs in een wit dak. Het hangt even van de kleur af van de auto. Nou, en ook heeft hij dan deze zilveren accenten hier onder het dakraam. En hetzelfde zien we eigenlijk terug onder de deuren. Nou, natuurlijk is de auto voorzien van parkeerzone voor en achter. Bij de nieuwe Crossland zien we hier dus de typeaanduiding die onder het logo zit. En dat geeft natuurlijk een hele mooie, chique en stoere uitstraling. En wanneer je hebt gekozen voor het zwarte dak, dan zie je dat dit ook in het zwart meegaat. Nou, en hier zien we de riante kofferruimte van de Opel Crossland. En die heeft ook nog een dubbele bodem. Maar je kunt deze heel makkelijk nog eruit halen, omhoog doen, zodat je hier ook nog wat spulletjes kwijt kan. En de achterbank van de Opel Crossland die is ook neerklapbaar. En wat hij als enige heeft ten opzichte van de andere uitvoering is dat hij ook nog verschuifbaar is. Dus zo kun je ook nog de achterbank naar voren toe schuiven. En dat ziet er zo uit. En doordat je de achterbank naar voren toe schuift, zie je dat je je kofferbak nog groter hebt. Nou, en hier zien we ook de stoelen van de Opel Crossland Ultimate. En dat zijn deze mooie comfortstoelen, de AGR-stoelen zoals het bij Opel ook heet. En die zijn voorzien van Alcantara-bekleding. En via deze knop kun je eigenlijk het voorste gedeelte eigenlijk wat omhoog doen, eigenlijk wat kantelen. Hiermee gaat de stoel in hoogte, wordt hiermee versteld en de lendensteun die breng je hiermee. Het voorste zitgedeelte kun je ook nog uitschuiven of weer terugzetten. Zo kun je dus bij lange mensen heb je wat meer steun in de knieholte. Ideale mooie comfortstoel. Nou, deze stoel is er ook standaard bij de Elegance en bij de GS-uitvoering. Dan heeft hij niet die Alcantara bekleding. Maar bij de Ultimate heeft hij dezezelfde verstelling ook aan de passagierskant. Nou, die Alcantara bekleding geeft natuurlijk een hele mooie, stoere en chique uitstraling. En ook met dit mooie stikseltje die hierboven aanwezig is. En hier zien we dus het interieur van de Opel Crossland Ultimate uitvoering. Nou, die verschilt niet heel veel ten opzichte van de andere uitvoering. Maar wel is je standaard voorzien van heel veel luxe. Nou, waaronder het keyless entry systeem. En daarbij hoef ik dus geen sleutel in de contact te doen. Ik kan gewoon de auto starten via de startknop. En daarnaast heeft de Crossland Ultimate ook standaard dit navigatiesysteem. Hier hebben wij ook eerder nog een video van gemaakt. Die zal ik hier bovenuit daar ook even linken, zodat je in alle rust ook kunt bekijken. En daarnaast heeft de Ultimate natuurlijk ook een klimaatcontrole, zodat je de temperaturen links en rechts als zonder van elkaar kunt instellen. Nou, deze auto zit ook nog het winterpakket. Dus dat is stoelverwarming, stuurverwarming. En waar deze auto ook nog bij besteld is voorraadverwarming. En daar is natuurlijk een hele mooie optie. Je hoeft niet meer te krabben in de winter. Je drukt gewoon net zoals de achteruitverwarming, druk je gewoon op het vooruitverwarming knopje. En vooraan die wordt snel ontdooid. Nou, deze luxe Crossland Ultimate is leverbaar met een 130 pk benzinemotor. En je kunt hem krijgen in een handgeschakeld of zoals deze in een automaat. Nou, en ook is je voorzien van deze super mooie en handige achteruitrijcamera met de mogelijkheid tot die 180 graden weergave. En ook kun je eens uitbreiding kiezen voor dit panoramadak. En dat geeft natuurlijk een hele mooie lichtopbrengst in de auto. Mocht de zon al te fel zijn, dan zit er uiteraard ook nog een knopje die je kunt aanzetten
om de zonnewering te activeren. Nou, dit dak kan niet open, maar dat geeft natuurlijk wel een hele mooie lichtopbrengst in de auto. En een chique uitstraling natuurlijk. Nou, natuurlijk kun je ook verschillende kleuren bestellen bij de CrossNet Ultimate. Standaard is in de kleur wit, maar daarnaast kun je ook nog metallic kleuren kiezen. Hè, dus blauw, zwart of een paar grijs tinten. Maar je kunt ook kiezen voor een trendlak. Bijvoorbeeld de oranje kleur of de kleur die we net gezien hebben. Ja, vind ik persoonlijk een hele mooie kleur. De kleur Hot Red. Nou, je ziet het, de Opel CrossNet Ultimate is een mooie luxe uitvoering. Er zit standaard al heel veel op en aan. En ook kun je het nog uitbreiden met verschillende opties. Gekoppeld ook aan een sterke 130 pk benzinemotor die je kunt krijgen dus een handgeschakeld of automaat. Maar natuurlijk zijn er ook andere uitvoeringen van de Opel Crosshand. Je kan bijvoorbeeld gaan voor de Edition uitvoering. En dat is de uitvoering waar het eigenlijk mee begint. Airconditioning heeft die standaard. We hebben daar ook al een video van gemaakt en die zal ik hierboven uiteraard even toelinken. Nou, ik hoop dat ik hiermee een goed en duidelijk beeld heb gegeven van de meest luxe uitvoering van de Opel Crosshand, de Ultimate uitvoering. Nou, mocht je nog aanvullende vragen hebben, kan ze heel makkelijk hieronder in typen of stuur een mail naar klantcontact@liewesrode.nl. Nou, mijn naam is Hendrik Liewes. Ik wil je super bedanken voor het kijken van deze video. Volgende week verschijnt er weer een nieuwe video en hopelijk zien we elkaar dan weer. Tot dan!